kaapvaart was rond 1700 een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Zeeland. De meest prestigieuze buit haalden de Zeeuwse kapers in 1707 binnen toen zij het Franse oorlogsschip de Bourbon veroverden. Hier echt fantastisch zijn geweest op 16 maart 1707 toen de kaperkapiteins Hamers en Gerrits hier binnenkwamen met het Franse admiraliteitsschip Bourbon. Dat was een nagelnieuw schip, dus hoe zwaar kun je als marine een vernedering leiden dan een nieuw schip kwijt te raken. En dat werd hier triomfantelijk binnengebracht en er kwam elke dag wel een prijs binnen, maar dit was toch wel heel bijzonder. Dus ik neem aan dat de kade volgepakt stond met nieuwsgierige mensen. In geen enkel gewest van de Republiek werden zoveel kaperschepen uitgerust als in Zeeland. En nergens anders speelde de kaapvaart zo'n belangrijke rol. Kapers waren overigens geen piraten. Ze mochten alleen in oorlogstijd en met nadrukkelijke toestemming van de overheid vijandelijke schepen veroveren. Tegenwoordig zijn we eraan gewend dat de staat het monopolie op geweld heeft, maar dat is eigenlijk van vrij recente duur. Voor de 19e eeuw bestonden er helemaal geen staande legers, nog een staande marine zoals we die nu dan ook kennen. Dus werden er kaperschepen ingezet en dat was niet alleen in de Republiek zo, dat was eigenlijk in de hele toenmalige wereld zo. Elk kaperschip kreeg een zogenoemde kaperbrief mee, waarin duidelijk stond dat alleen schepen van de vijand gekaapt mochten worden. En met de verplichting het schip aan de overheid over te dragen. De Zeeuwse kaperschepen voerden dan ook onder de statenvlag, de vlag van de Republiek. Daarnaast hadden ze vaak nog een eigen kapers- of geuzenvlag aan de mast hangen, vaak met het wapen van hun thuishaven. Nou, dit is hem dan, de Vlissingse vlag, de officiële Vlissingse vlag met de fles, oorspronkelijk de Vlissingse geuzenvlag, die gebruikt werd door kapers en kaperschepen. En deze vlag ging ook op het schip wat de Bourbon heeft binnengebracht. De Zeeuwse kaapvaart begon tijdens de opstand. Willem van Oranje gaf de eerste kaperbrieven uit. Al snel bleek de kaapvaart uiterst lucratief en werd het een belangrijke bron van inkomsten voor Zeeland. Ja, in een periode van bijna 200 jaar werd er voor miljoenen guldens aan buitenprijs gemaakt. En elke oorlog opnieuw, dat kon ook omdat het voortdurend oorlog was. Zeker in de 17e eeuw. Dus de kaapvaart kon daar heel goed bij gedijen. En dat werd dan ook een van de sterkste economische sectoren in Zeeland. Het was de kapers van het Franse schip de Bourbon trouwens niet direct om de opbrengst te doen. Veel belangrijker was in dit geval dat ze met de verovering van dit net nieuwe schip het grote, machtige Frankrijk vernederden. Daarom werd het ook zo groot in 1707 in de haven van Vlissingen onthaald. Ondanks alle veroveringen en prijzen die werden binnengehaald, zijn de Zeeuwse kaperkapiteins tegenwoordig nog nauwelijks bekend. Dit in tegenstelling tot de militaire bevelhebbers die grote zeeslagen wonnen, zoals Michiel de Ruyter. Toch waren het in hun tijd vaak grote helden, zoals Willem Credo, wiens naam internationaal met ontzag werd uitgesproken. Willem Credo was een Veerse kapitein en die wist tussen 1688 en 1713 meer dan 200 prijzen bij te maken die gezamenlijk meer dan 3 miljoen gulden opbrachten. En ja, hij was in die tijd echt berucht en beroemd. Maar de Zeeuwen waren zelf ook vaak slachtoffer van kapers. Vooral Zeeuwse vissers vielen in handen van kapers uit Duinkerke of zelfs uit Algerije of Marokko. Ja, het was lastig om dat soort mensen weer terug te krijgen. In Zierikzee werd daar een slavenkas voor opgericht in 1735. Dat was eigenlijk gewoon een verzekeringspot die door de mensen in het leven werd geroepen. En met geld dat daarin zat, werd dan geprobeerd mensen vrij te krijgen. Maar dat was wel erg moeilijk. In vredestijd, als kapen niet was toegestaan, bleven de meeste schepen wel in de vaart en richtten ze zich vaak op smokkelhandel op de Afrikaanse en Amerikaanse kust.
Ook hierin waren de Zeeuwen oververtegenwoordigd. De smokkelschepen, lorredraaiers genoemd, werden massaal ingezet voor illegale handel in het octrooigebied van de West-Indische Compagnie. De lorredraaiers werden vanaf 1720 steeds harder aangepakt door de WIC en de Admiraliteit. En het kaapvaartbedrijf gedijde niet in tijden van vrede, waardoor de Zeeuwse kapers uiteindelijk op zoek moesten naar ander werk. Tijdens de oorlogen van de 17e en 18e eeuw wisten de Zeeuwse kapers fabelachtige prijzen buiten te maken. Kaapvaart was dan ook een belangrijke bron van inkomsten voor Zeeland. Symbool voor de internationale overmacht van de Zeeuwse kapers staat de verovering in 1707 van het Franse schip de Bourbon.